Beste kijker, fijn dat u kijkt naar de presentatie over de reconstructie Bonsestraat en Beversestraat te Kuik. In deze video laten wij het ontwerp van een nieuwe situatie zien en hoe dit tot stand is gekomen. Ook vertellen wij over de mogelijke gevolgen voor u als gebruiker. Hallo, ik ben Merel Kersten. Ik ben werkzaam bij Corvus Infra. Wat wij als Corvus Infra doen, is het voorbereiden en begeleiden van infraprojecten. Omdat de verhardingen in de Bonsestraat en Beversestraat versleten zijn, hebben wij de opdracht gekregen van de gemeente Kuik voor een reconstructie. Voor dit project houden wij ons bezig met de communicatie met omwonenden en bedrijven en maken wij de technische tekeningen. De werkzaamheden vinden plaats in de Bonsestraat en de Beversestraat in Kuik. Het projectgebied loopt van de Beerseweg naar de Van Galenweg. De Bonsestraat en de Beversestraat is een belangrijke fietsverbinding tussen Vianen en Kuik. Beide wegen maken deel uit van het bedrijventerrein Beiert en het Riet. Aan de Beversestraat grenzen verschillende bedrijven, horeca en een mbo-school. Aan de Bonsestraat grenzen bedrijven en het grootste gedeelte woningen. Aan de Bonsestraat is de ingang van het parkeerterrein bij het station en de fietsenstalling. Ook is er een bushalte. Aan de Bonsestraat grenst een groenstrook met grote, monumentale bomen. Ook in de Beversestraat staan verschillende bomen. Aan beide straten grenst een voetpad. Verder kunnen we zien dat de verharding in slechte staat is. Wij van Corvus Infra zijn samen met de gemeente Kuik begonnen met de voorbereidingen voor de reconstructie. Het voorlopig ontwerp is gereed en deze presenteren wij nu aan u. Wij vragen u om met kritische blik naar het ontwerp te kijken en uw opmerkingen aan ons door te geven voordat wij aan de slag gaan met het definitieve ontwerp. Na het definitieve ontwerp wordt gestart met het maken van het bestek. Als het bestek gereed is, komt de aanbestedingsfase en wordt het werk gegund aan de aannemer. Ons streven is om in het najaar te starten met de werkzaamheden. Naar verwachting is de tijdsduur van de werkzaamheden een half jaar. Dit is afhankelijk van levertijden, coronamaatregelen en weersinvloeden. De aanleiding van de werkzaamheden is dat de verhardingen zijn versleten in de Bonsestraat en Beversestraat. Ook de fundering onder de weg is aan vervanging toe. Omdat de fundering en de verharding verwijderd wordt, heeft de gemeente besloten om ook een hemelwaterriool aan te leggen. Door werkzaamheden te combineren, worden overlast in de toekomst zoveel mogelijk beperkt en worden kosten bespaard. Hemelwater, regen, sneeuw en hagel dat nu op uw dak valt, wordt via de regenpijpen afgevoerd naar het vuilwaterriool. We hebben steeds vaker te maken met hevige neerslag en periodes van langdurige droogte. Daarom willen wij ervoor zorgen dat de neerslag die valt wordt vastgehouden in het gebied zelf en infiltreert in de bodem. In de Bonsestraat en Beversestraat willen wij dit doen door de aanleg van een hemelwaterriool met infiltratiebuizen. Door de aanleg van dit riool wordt het vuilwaterriool ontlast doordat er minder hemelwater naar de rioolzuivering gaat. U kunt uw regenpijp afkoppelen. Afkoppelen houdt in dat u uw regenpijp afkoppelt van het vuilwaterriool en het water laat infiltreren in de bodem van uw tuin. Gemeente Kuik geeft u de mogelijkheid om uw afvoer aan te sluiten op het hemelwaterriool. Er wordt een leiding aangelegd tot de erfgrens. Op de website www.kuik.nl/afkoppelsubsidie vindt u meer informatie en kunt u subsidie vragen voor het afkoppelen. Omdat de Bonsestraat en de Beversestraat aan het station liggen en er veel fietsers en voetgangers gebruik maken van de wegen, is er gekozen om fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg aan te leggen. De fietsstrook wordt rood asfalt en de rijstrook zwart asfalt. Om de toegankelijkheid van de voetgangers te verbeteren, wordt aan de zijde met even huisnummers een doorlopend trottoir aangelegd. Hierbij is rekening gehouden dat percelen vanaf de rijbaan drempelloos bereikbaar blijven. De zijde met oneven huisnummers wordt gebruikt voor het vergroenen van de straat door het aanplanten van een rij bomen. De rij bomen in de Bonsestraat wordt doorgezet in de Beversestraat. Voor de bomen in de Beversestraat wordt meer groeiruimte gecreëerd. Op de kruising is gekozen om een verkeersplateau aan te brengen. Hierdoor wordt de snelheid op de kruising geremd. De plateaus zijn geschikt voor een snelheid van 50 km per uur. In de verkeersplateaus worden klinkers aangebracht. De parkeervakken in de Bonsestraat krijgen een nieuwe, zwarte klinkerverharding. Bij de inritten naar uw woning of bedrijf
wordt de oude verharding opnieuw aangebracht en blijven op dezelfde locatie liggen en behouden dezelfde breedte. In de Beefse straat, ten hoogte van de kruising met de Nieuwe Erven, worden 3 bomen gekapt. Ook tegenover de karwei worden 2 bomen gekapt. Maar in de Beefstraat worden ook 8 nieuwe bomen geplant. In de Bonsestraat blijven de oude monumentale bomen behouden. Deze worden extra beschermd tijdens de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering wordt de gehele verharding en fundering verwijderd van de weg. En er wordt een sleuf gegraven voor de riolering. U kunt dan geen gebruik maken van dat gedeelte van de weg totdat de werkzaamheden gereed zijn. Bij de fasering houden wij tot op zekere hoogte rekening met de transportbewegingen, continuïteit en bereikbaarheid van de bedrijven en woningen. We vinden het fijn als u met ons meedenkt en aandachtspunten meegeeft. We vragen u om zelf ook met oplossingen te komen. Denk hierbij aan het gebruik maken van elkaars bedrijventerrein of wanneer u beschikt over meerdere inritten. Uw bedrijf of woning blijft ten alle tijde te voet bereikbaar. Uw auto moet u elders in de straat parkeren. Het werkvak wordt afgezet door middel van bouwhekken en is verboden om te betreden. Er gaat gebruik gemaakt worden van omleidingsroutes tijdens de werkzaamheden. Wij kunnen niet voorkomen dat u geen hinder ervaart. Maar we proberen het wel tot een minimum te beperken en komen hier graag met u over in gesprek. Wij vinden het fijn als u ons aandachtspunten meegeeft. In de communicatie betrekken wij Karen Lauwers. Zij is parkmanager van Beijert en het Riet. Wij gaan in overleg met busmaatschappij Bravo over de bereikbaarheid van de bushalte en de busroute. Het is een mogelijkheid dat de busroute wordt omgeleid en de halte wordt verplaatst naar een andere locatie in de straat. Ook gaan wij in overleg met ProRail over de bereikbaarheid van het station. Het station blijft in alle tijden te voet bereikbaar vanuit de Beefse straat. Eventueel dus ook lopend naast de fiets. Alle aanwonenden en bedrijven in de Bonsestraat en de Beverse Straat krijgen een brief, inclusief ontwerp in de brievenbus. Tevens wordt het ontwerp op de website van de gemeente Kuik en de parkmanagement app voor bedrijventerrein Beijert en het Riet, Groot Hillegenberg en Laakker gepresenteerd. U krijgt de kans om op het ontwerp te reageren door een reactieformulier te retourneren waarin u uw wensen en ideeën kenbaar maakt. U kunt uw reactie insturen tot 12 maart 2021. Wij vragen u om met een kritische blik naar het ontwerp te kijken en uw reactie door te geven. Wij vernemen ook graag als u zich kan vinden in het ontwerp en het goedkeurt. Aan de hand van uw reactie krijgt u een terugkoppeling. Daarna starten wij met het verwerken van uw reactie in het ontwerp waar het mogelijk is, gewenst is of waar het leidt tot een beter ontwerp. Bedankt voor het kijken. We kijken uit naar het ontvangen van uw reactie. Samen gaan we er wat moois van maken.